Die moet je echt heel erg mee oppassen. Of hij vindt je aardig of hij valt je aan. Power. Hey dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik sta buiten onder een boom in de regen een beetje. En ik ben Bumper aan het uitlaten en ik heb tegelijkertijd zo net een brief op de brievenbus gedaan. Wat is dat voor brief? Dat is een brief voor het ziekenhuis in Assen, voor de dermatoloog. En die brief moest ik opsturen omdat het ziekenhuis van Assen toestemming nodig had om informatie naar het ziekenhuis van Hilversum door te sturen. Zodat ik hier in Hilversum naar het ziekenhuis kan, naar de dermatoloog. Want ik krijg weer steeds meer last van puistjes en dat vind ik heel erg vervelend. Dus wat wou ik doen? Naar de dermatoloog. Maar daar moesten ze dus eerst toestemming voor hebben. Vandaar dat ik de brief net op de post heb gedaan. Zodat ik dus binnenkort hier naar het ziekenhuis kan. En Bumper, heb je weer zin om te gaan? Ja! Ja! Wij gaan nog even een stukje fietsen door Zeist heen. Goed zo, Bumper. Goed zo. Wow, we gaan hard. We gaan hard. Wow. Oh. Bumper die is een beetje bijgekomen. Die heeft weer lekker wat gegeten. Die krijgt altijd wat lekkers nadat iemand hem heeft uitgelaten. Dus hij was weer helemaal happy. En ik ben nu in heerlijk... Oh, Dave. Die heeft een bruin broodje met oude kaas. Zo lekker. En daar ben je helemaal verliefd op oude ja, kaas. Ja, maar die van de markt is echt gewoon altijd die van de markt. 30 keer lekkerder dan de supermarkt. Ja, maar je hebt wel meer van die dingen op de markt. Die gewoon echt alleen op de markt ook moet halen. Want daar is het gewoon lekker. Net zoals visfrietjes of kibbeling, dat haal je ook gewoon op de markt. Oh my god. Oké, daar hou erover op, want anders ga ik straks ook nog naar de markt toe. Maar hier ben ik een heerlijk eitje aan het bakken. En dat gaat mij enorm goed af. Ik ben net op het punt gekomen dat ik hem moet omdraaien. Oh, en dat doe ik toch goed. Moet je toegeven, toch? Dus die ga ik straks heerlijk opeten. En zo heb ik een heerlijk begin van de dag gemaakt, vind ik. En aangezien de moeder van Dave net weg is boodschappen doen, dacht ik, dan kunnen wij wel een leuk trucje in de keuken doen. Dus als jij me heel even wil filmen, ik heb namelijk iets heel erg gaafs in petto. Dit zijn echt van die heerlijke pannen, waardoor je echt heel makkelijk, poep, even een half, poep, een half, maar ook... Chillen, gaan wij een beetje rondhangen in Utrecht. Maar het regent. Ja, maar wij laten onze pret en onze dag niet bederven door het stomme regen. Regen? Fuck you. Ik wou het nog netjes houden. We haten jouw regen. Wow. We vinden het niet leuk. Nee. En wij moeten nu weer de ruitenwissers gebruiken. Uh-oh. Jongen. Maar wij zijn vrolijk. En wij gaan genieten van deze dag. Dus, let's fucking go. Oké. Wij staan in Utrecht, maar niet op de goede plek. Wij zijn serieus zonder grap al een uur bezig om een goede parkeerplek te vinden. Maar heel veel in Utrecht is afgezet. Dan pak je natuurlijk je telefoon erbij, dan doe je de TomTom aan. En dan zelfs de TomTom op je telefoon stuurt jou naar plekken waar het afgezet is. Ook al weet hij zelf ook dat het is afgezet. We komen nergens, het zo lukt ons niet. Zo frustrerend. Ja, dus we laten de regen onze dag niet verpesten. Maar die klote TomTom van de telefoon. Jongen, ja, het is echt ongelooflijk. Mijn auto gaat in één keer aan. Ik doe echt helemaal niks. Hij gaat in één keer uit niets aan. Wat? Maar oké. Ik kan hem niet op de handrem zetten. Oh ja, Dee, die kan hem nog net van de handrem afhalen en weer erop zetten. Maar als ik hem vast doe, dan haal hem er eens eraf nu. En dan gaat hij niet. Nee, omdat je dan veel te veel kracht moet zetten. En die kracht heb je niet. Zelfs met twee handen niet. Hoe moet dat als ik ooit auto ga rijden? Ja, hoe ga je dat dan doen? Kijk, je doet het gewoon zo. Ja, zelf als je hem aantrekt doe je niet zo hard, dus dan lukt het wel. Maar het maakt niet uit of je hem heel hard aantrekt. Ja, je staat misschien iets steviger, maar een klein beetje aantrekken is ook prima. Zullen we gaan? Ja, wij gaan. En ik heb haar D trouwens ook uitgelegd hoe je precies een beetje moet schakelen en zo. Dat vindt ze allemaal wel interessant, omdat ze ook de rijbewijs wil halen natuurlijk. Dat is allemaal leuk. Oké, wij gaan maar weer naar huis. Ja, het is echt heel erg apart, ik weet het. Maar we hebben dan geen zin meer in. En wij moesten nog iets doen vanmiddag. En wat wij moeten doen, dat... Oh, dus staat daar een meisje en die krijgt de scooter niet aan. Ja, dat is echt heel lullig. Nou is er ukvies. Uh-oh. Ja, inderdaad. Dit is een stukje van de uk af. Nou, dan gaat ze weer trappen.
Oh, dat is echt pech. Ik weet nog heel goed toen ik een brommer had. En dat was zo vervelend en frustrerend. Dat ik bijna het raampje open wil doen en dus ga vragen van waar moet je heen, ik breng je wel. Maar dat doen we niet, want wij moeten naar huis. Ja. Oké, okay, later! Nou, wij zijn maar lekker gaan winkelen in Zeist. En D heeft gewoon iets gekocht. En dat is eigenlijk heel erg bijzonder. Want eigenlijk altijd gaan we voor D naar de stad. Om kleren te halen. En dan kom ik altijd terug met iets. Maar deze keer, dames en heren. En dat gaan we zeker weten opschrijven en noteren. Komt in een krant, noem alles maar op. Heeft D gewoon wat gekocht en maar ik helemaal niks. De voornamelijkste reden is dat er geen mannenwinkels zijn. Of dat we nog niet naar mannenwinkels zijn geweest. Nee. Dat is ook wel waar. Anders dan had je al lang iets gekocht. Maar hier in Zeist heb je niet heel erg veel winkels die echt heel erg gaaf zijn voor mannen. Vind ik dan. Dat is niet echt mijn smaak winkels hier. Dus ja, vandaar misschien ook wel. Maar ik ben heel erg blij dat Dave dat heeft gekocht. En het staat daar heel leuk. Je komt soms echt de gekste dingen tegen. Maar dit vind ik toch wel echt ultieme gekke shit. Dit is gewoon haar mayonaise. Je smeert gewoon mayonaise in je haar. Oh, zo apart. Dat is net zoals dat slakkenslijm. Dat blijkt ook heel erg goed voor je huid te zijn. Misschien is dat trouwens wel iets wat ik een keer moet proberen. Het klinkt allemaal heel erg vies en slijmerig. Maar moet je maar eens gaan googlen op slakkenslijm. Dus ze zeggen serieus dat het echt goed voor je huid is. Maar wat natuurlijk het allerbeste voor je huid en je haar is... Ja, dat kunnen we niet ontkennen, mensen. Maar voor de echte harde werkers onder ons gebruiken we natuurlijk... Ja, ja, nou en of... D, hoe heet dit ook weer? Bobo. Bobo? Ja. Bobo! Je hebt hier serieus de gekste dingen. Je hebt echt alle soorten shampoos hier. Het is echt één grote gekheid. Ja hoor, ik blijf gewoon nog even doorgaan. Wat kom je hier nog meer voor gekke dingen tegen? Een onderbroek. En daar staat mijn naam op. Ik wist dat deze bestonden. En die onderbroeken zitten echt waardeloos. Echt, wauw. Ik heb ze wel een hele tijd gedragen. Omdat ik het gewoon zonde vond. En zielig vond. Want mijn oma had dit voor mij gekocht. Dus ja, ik was er natuurlijk heel erg blij mee. En het was heel erg lief. Want mijn naam stond erop. Dus dat maakt het extra cool. Maar uiteindelijk, ze zitten echt waardeloos. Dit zou wel heel erg awkward zijn. Stel voor iemand vraagt je om een vuurtje. En jij haalt zo'n aansteker tevoorschijn. Dat lijkt me echt heel erg awkward. Hier moet je echt heel erg mee oppassen. Of hij vindt je aardig of hij valt je aan. Ik zal het proberen als ik jou was. Pas wel op. Wat doet hij iets dan? Kijk, ik zal hem wel lief aaien, dan reageert hij tenminste. Je knijpt erin. Zo net deed je het nog. Doe. Ja, hij doet het. Dee. Brrr. Ik kan dat niet. Kan je dat niet? Nee. Serieus? Als je dat doet en je doet het in slow motion, ziet het echt super debiel uit. Je moet gewoon je lippen ontspannen en dan gewoon blazen. Hey, nu komt hij in slow motion. Het ziet er echt heel erg belachelijk uit. Aangezien ik op wintersport ga volgend jaar in februari ergens, heb ik natuurlijk snowboots nodig. En die dingen die heb ik ja wel eens aangehad toen ik klein was. Maar die heb ik nu niet meer, dus die heb ik nodig. En normaal gesproken heb ik met schoenmaat heb ik maat 43. Maar je moet natuurlijk skisokken en alles aandoen, dus moet je altijd een maatje groter nemen. Dus, ik heb nu aan, dames en heren. Dikke swag snowboots maat 44. En ik denk dat ik ze ga meenemen, want dan heb ik ze alvast. En ze zijn echt super goedkoop hier in deze winkel. En het is zelfs zo dat als D ook schoenen gaat kopen, want die is op zoek naar halve laarsjes. Heb jij al wat gevonden? Nee? Nee. Maar hey, het is het tweede artikel 50% korting op alles! Ja. Dus eigenlijk moet je wel wat meenemen. Ja, moet je helpen zoeken. Want dan zijn we nog goedkoper uit. Het is wel ik wil even lopen, maar dat gaat niet. Het zit aan elkaar vast. En ik zal even netjes blijven en niet uit elkaar roppen. Maar ze zitten gewoon goed, dus ik vertrouw daar helemaal op. Ik ga ze uitdoen en dan ga ik D helpen. En dan hopelijk haalt D ook iets, zodat we die korting krijgen extra. Yeah, ik hou van korting en aanbiedingen.
Nog heel even snel, ik heb echt de raarste sokkencombinatie aan ooit. Thuis aangekomen zijn we meteen allebei goed bezig. Ik ben in de kamer van de zus van D bezig op de laptop. Ik ga zo meteen een video opnemen, een Minecraft video. Ja, ja. Komt om 7 uur elke dag op mijn kanaal. Yeah. En D is enorm goed bezig met haar kast opruimen. Haar kast was namelijk altijd zo'n dikke troep dat een keer opgeruimd moest worden. En deze stapel moet ze nog opruimen. En hier is gewoon serieus al bijna een hele vuilniszak. Wow, dat is zwaar! Wow, bijna een hele vuilniszak vol met kleren. Dat allemaal naar het goede doel gaat. Yeah! Woehoe! Mens helpen! Nee, maar eigenlijk is het best raar, hè, dat wij dat gewoon weg doen omdat we het niet meer willen of dat we het niet meer leuk vinden. Maar dat je daar andere mensen dan wel weer gelukkig mee kan maken. Dat voelt goed, toch? Ja, dat voelt goed. Dat voelt heel goed. Zomaar weggooit, maar dat je het gewoon weggeeft. Ja, ik heb dat ook heel vaak. Als ik kleren, eens in de zoveel tijd, eens in de misschien jaar, twee jaar, doe je dat, dan ga je alles nakijken van, hé, wat doe ik eigenlijk nog wel en niet aan. En dan heb je een vuilniszak vol en D heeft, denk ik, soms misschien twee vuilniszakken vol. Ik moet nog een hele la, maar ik ben eerst even alles aan het opvouwen, omdat het anders gewoon niet past. Haar kast zag er echt niet uit. Maar ik word gebeld, dus ik check jullie zo weer. En ik ga ook opnemen. Ja! Dames en heren, leuk dat jullie nog kijken naar de vlog. Mijn naam is Anderson Knol en ik ben hier samen met Dave. Nee, ga weg, want je doet me pijn en je doet niet lief. Helemaal niet, ik wil alleen maar vragen zijn stellen. Oké. Wat vind jij van het weer? Want het regent keihard buiten. Vind je dat nou fijn? Ik kon niet boven de microfoon uit. Ja, ik vind dat wel fijn als we gaan slapen, want dan kan je zo lekker op de ramen. Ik ben het daar helemaal met je mee eens, want ik heb heel vaak gehad dat ik de zolderkamer had. En als ik dan op mijn kamer lag en het was aan het regenen, dan vond ik dat heerlijk. De regen op een schuin dakraam is geweldig. Wat vind jij nog meer zo lekker aan regen? Het is zo lekker nat. Wat kan je nou lekker vinden aan regen dan? Dat weet ik veel. Ik hoop gewoon op een leuke antwoord. Je mag dat ding wel eens afstoffen, hij is stoffig. Wij zijn echt super droog weer bezig. We zitten echt weer in een humoristische bui. Tenminste, vinden wij. Dames en heren, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog vandaag. En bedankt. D ook. Maar D is echt veel te droog bezig. Dus laat haar maar zitten. Want dat komt niet meer goed. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Doe nog even een blauw duimpje omhoog. Blauw duimpje. Vergeet niet te abonneren hier beneden op mijn kanaal. En hopelijk check jullie morgen om een gloednieuwe vlieg om. Gloednieuwe vlog om. 4 uur. En dan zeg ik dikke, vette peace. Knol Power.